Vandaag gaan Mick en ik aan jullie laten zien hoe je de Kleurstad-server zelf kan joinen. Hoe je bijvoorbeeld minions plaatst in de Skyblock of OneBlock. Hoe dat je gratis kleurcoins kan krijgen. Echt alles wordt uitgelegd in deze video. En Mick gaat jullie nu uitleggen hoe dat je de server kan joinen op je computer. Als je Minecraft opent, zie je dit scherm. En dan druk je op multiplayer. Daarna ga je rechtsonder naar add server. En het enige wat je moet doen is in het serveradresbalkje play.kleurstad.nl typen. En als je dat hebt gedaan, druk je op done. En dan zie je de Kleurstad-server hier in jouw serverlijst staan. Je klikt erop, je drukt op join server en je zit op de Kleurstad server. Maar ik ben helemaal alleen. Giel, waar blijf je? Ja, ik kom eraan. Rustig, rustig. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe de hele server werkt op Bedrock. En eerst ga ik jullie laten zien hoe je de server joint. Nou, je klikt dus op play, dan klik je op servers, dan klik je op add server, dan typ je hier bij naam Kleurstad in op deze manier. Dan typ je bij adres play.kleurstad.nl en bij port zet je neer 19132. Deze poort staat er waarschijnlijk al, want het is gewoon een standaard poort. Dan klik je op save en dan gaat hij hier een beetje laden. En uiteindelijk zie je hier deze mooie gekleurde letters en dan kan je op join klikken. Maar, dit is natuurlijk Minecraft Bedrock en je kan het ook spelen op telefoon, Xbox en PlayStation. Alleen werkt het daarop iets lastiger om te joinen. Zo moet je met PlayStation bijvoorbeeld een app downloaden om te kunnen joinen. Mocht je er nou met PlayStation niet helemaal uitkomen met joinen, klik dan even hier op het i'tje. Hier staat namelijk een video die je misschien verder kan helpen. En speel je nou op een ander apparaat en kom je er echt niet uit? Join dan de Discord met een linkje in de beschrijving, want daar helpen we je heel erg graag verder. Of stuur even een mailtje of zo, kan ook. Oké, dan heb ik nu alles hier ingevuld en dan kan ik nu klikken op join server. En als het goed is, gaan we de server kunnen joinen. Dit wordt leuk. Hey Mick, ben je ook hier joh? Wat een gezelligheid. Je bent er eindelijk. Jeetje, dat duurde lang. Ja, ik weet het. Ik moest even wat dingen uitleggen, oké? Ja, ik snap het. Maar Mick, waarom ik op Bedrock speel, is omdat we allebei een kompas in ons hand hebben. En klik jij er maar eens op. Ja, het ziet er bij mij op deze manier uit. Ik heb Skyblock of Survival, OneBlock. Ja. En bij mij ziet het er in principe hetzelfde uit, alleen toch anders. Want bij mij is het in het soort van minuutje. Dus dat is een beetje het verschil. We hebben het zo makkelijk mogelijk proberen te maken om voor alle Bedrock-spelers, ja, gewoon het zo makkelijk mogelijk te maken. En Mick, we zouden nu in principe hier zo op een game mode kunnen klikken waar we dan in kunnen. Maar we kunnen ook gewoon eventjes in een portaal lopen. Dat zou ook gewoon kunnen. Zullen we dat gewoon doen? Hey Mick, weet je wat? Als jij gewoon dat portaal uittest, dan ga ik eventjes kijken hoe dat het kompas precies werkt. Want ik denk dat dat wel goed is. Oké, nou waar gaan we als eerste toe? We hebben zoveel keuze. Ja, laten we eerst naar Survival gaan. Dat is misschien wel... Oh, dat is mijn favoriet. Ja. Let's go! Ik ga via het portaal en kijk eens, ik ben er al. Oké, het enige wat ik moet doen is klikken in de lucht met mijn kompas. En dan kan ik gewoon op Survival klikken. En dan ben ik er als het goed is. Hallo Mick! Hallo PE Giel! Kijk Mick, nu zijn we in Kleurstad en we kunnen hier helemaal rondlopen. Super gaaf. Kijk, hier hebben we jouw huis en je oude huis. Oh, dat is echt een prachtig huis. Ja, ik weet het. Het is echt super mooi. Je kunt hier helemaal rondlopen en deze stad verkennen. Maar goed, dat is niet wat we gaan uitleggen vandaag. Want iedereen wil natuurlijk weten, hoe kan ik zelf zo'n mooi huis bouwen in Kleurstad? Ja, Giel, ik weet het niet. Leg me uit. Oké, nou, is goed. Op deze plek kan je niet slopen en plaatsen, dus hier kunnen we geen huis bouwen. Maar wat we wel kunnen doen, is als je eventjes op je servermenu klikt... Oh, dat ga ik doen. Zo. Bam, dan kun je klikken op wildernis. Dat is dat grasblokje bij mij. En bij mij ziet het er zo uit. Grasblokje bij jou. En bij mij ziet het er zo uit. Met het portaal ernaast. Ja, ik heb hier een mooi grasblokje. Teleporteer in de wildernis staat er als ik opga. Klik maar. Klik maar. Oké, 3, 2, 1, boom. Wat? Oké, je bent geteleporteerd. Ja, veel plezier. Ik ga het ook doen. En nu zijn we allebei op een andere plek. Ik ben in een soort van sneeuwbiome of zo. Ik ben in een normale biome. Oké, nou. Dan weten de mensen ook dat het werkt. Giel, waar ben je nou? Ja, nee, ik kan je niet vinden, Mick. Het spijt me heel erg. Oh, nee. Maar, Mick, ik kan wel naar jou toe komen, hè? Oh, hoe dan? Nou, als ik /TPA Mick van YouTube doe, dan heb ik nu een verzoek naar jou toegestuurd. Oké, en ik moet dan op het vinkje drukken. En kijk eens aan, teleportatie geaccepteerd. Het is geannuleerd, want ik heb bewogen. Oh nee, dat is niet fijn. Goed om te weten, mensen. Je mag niet bewegen als je dit stuurt. Oké, Mick, ik heb hem nog een keer gestuurd. Nou, doe nog maar een keer. Ik weet niet of ik het wil, hoor. Ja, Oké, Mick, ik ben bij jou. Hallo, Giel. Hallo, Mick. Nou, dit is wel een stukje gezelliger. Ja, dat klopt. Nou, Mick, nu zouden we dus een mooi plekje kunnen zoeken waar we ons huis gaan bouwen. Dus zullen we dat gewoon eens even doen? Ja, ik vind dit eigenlijk wel een mooie plek. Ja, ik vind het ook een mooie plek. Oké, nou, dan gaan we deze plek eens eventjes claimen, zodat niemand onze plek kan slopen. Dat is wel zo handig natuurlijk. En daarvoor heb ik hier dit schepje. Dit schepje is een claimschep waarmee je dus dingen kan claimen. Oh ja, die heb ik ook. Aan je dingen kan komen. Ik kan nog 2048 blokken claimen, staat er. Oh jeetje, dat is wel een hele hoop.
Even kijken. Waar kun je dat zien? Oh, wacht. Ik kan het ook zien in mijn chat inderdaad. Nu kan ik dus zien als ik dit vast heb hoeveel dat ik kan claimen. Hartstikke makkelijk. Ik heb ook 2480 blokken, joh. Potverdikkie, man. Giel, hoezo kan jij meer blokken claimen dan ik? Dat komt omdat ik al wat langer gespeeld heb. Per uur krijg je namelijk 100 claim blocks. Dus dat is gewoon de reden waarom. Oké, nou dan ga ik nu heel veel spelen, want ik wil er meer dan jij. Oké, Mick, en om mijn claimblocks te gebruiken heb ik hier deze schep. En ik wil bijvoorbeeld vanaf dit punt claimen, dus dan klik ik hier. En dan ga ik eventjes naar een ander punt toe. Eens even kijken, ik vind bij deze boom wel een mooie plek. Zo, kijk, dit zo, hoppa. Kijk. Oké. En nu zie ik, jij ziet het niet, hier een hele mooie lijn staan. Oké, en dit ik is dus niks. Wat ik heb geclaimd. Hier kan niemand op bouwen. Probeer maar eens iets te hakken, Mick. Giel, je zei dat je klikte, maar met welke knop dan? Met rechtermuisknop. Even kijken, dus ik kan dit nou niet breken? Nee, probeer maar. Probeer maar. Boom. Oh, nee. Lukt niet. Lukt niet. Ik kan het niet breken. Kom maar eens eventjes hier zo heen. Ik heb geen toestemming van Giel staat er. Kijk, als jij hier staat, probeer nu maar eens iets te breken. Oh, ja, nu wel. Kijk, want dat kan wel. Die heb je niet geclaimd. Hoppakee. Kan ik jou ook killen trouwens? Oh, nee. Hier kan ik jou niet killen. Maar kan ik je hier wel killen dan? Jazeker. Haha. Oh, stop. Maar Mick, probeer eens iets te bouwen. Probeer het eens te doen. Probeer iets te plaatsen of zo. Nou ja, ik heb een dirtblokje. Nee, ja, zet maar neer. Nee, Giel, niet, ik heb geen toestemming. Nee, ik kan je niet slaan, okay, ik kan niks breken. Ik kan je niet met je vechten. Ik kan helemaal niks hier. Snap ik. Dus daarom kan ik /trustmick van YouTube doen. En probeer nu maar eens iets te bouwen. Oh. Oh. Let's go. Je kan nog steeds niet vechten. Dat is wel jammer. Ja, dat is jammer. Maar dat komt omdat ik jou vertrouw, Mick. Dus dan wil je me toch helemaal niet kunnen vechten. Nee, dat is waar. Ik kan nu wel alles slopen. Ja, dus we zouden hier nu in principe samen een heel mooi huis kunnen bouwen. Of ik kan je huis slopen. Nee. Dat is niet de bedoeling. Oké, we bouwen wel een huis samen. En Mick, mijn goldblocks zijn weg. Dat maakt voor jou helemaal niks uit. Want jij zag die goldblocks helemaal niet. Maar als ik nou mijn scheppen je vastpak. Eens even kijken. Zo, op deze manier. Kijk, dan komen ze weer tevoorschijn bij mij in ieder geval. Giel, volgens mij zie jij spook hoor, want ik zie helemaal niks. Nee, dat weet ik. Maar Mick, jij zou ook een groot stuk hier aan kunnen claimen, zodat we samen nog een groter stuk hebben, weet je wel? Oh, dan pak ik mijn gouden schep. Ja. En dan moet je eventjes hier zo op dit blokje rechtermuisknop doen, hier op deze. Oké, rechtermuisknop. Ja, en dan gaan we even helemaal deze kant op. Ik ga zo, met jou en dan mee. Loop ik vanaf hier loop ik even... Ja. Kan ik zoveel claimen? Op. En dan doe op het blokje waar ik nou sta ook maar weer rechtermuisknop. Oké, claim. Hoppakee. Wow, ik zie een hoekje. Ja, kijk, nu zie jij het ook. En nu hebben we dus twee stukken aan elkaar geclaimd. En wat we nu... Wacht, kan ik nou bij jou iets slopen of niet? Nee, want ik moet jou trusten. Oh nee, ik heb toestemming nodig. Nou, doe even trust alsjeblieft. Oké, dan omdat jij het bent. Zo, alsjeblieft. Nu kan je wel dingen doen. Oh ja, dankjewel. Dit is helemaal top, Mick. Dit was echt heel makkelijk. Ik dacht dat dit ingewikkeld zou zijn, maar het valt echt wel mee. Nee, dit is echt heel erg makkelijk. Nou, Mick, dat was het claimen. Dat is super fijn. Maar ik heb niet heel erg veel blokken om een huis te bouwen. Dus ik dacht, we zouden misschien eventjes naar de winkel kunnen gaan. Oh. Kunnen we daar even wat blokken kopen? Oh, hoeven niet in staken. Nee, inderdaad. En weet je hoe dat je daar komt? Nee, ik heb geen idee, Giel. Oké, je klikt weer op het servermenu. Ploep. En dan servermenu. Bij Bedrock ziet het er op deze manier uit. Je gaat gewoon een beetje scrollen en dan zie je in-game winkel. Bij jou heet het volgens mij ook zoiets. Het heet serverwinkel. Hier kan je spullen verkopen om geld te verdienen of dingen kopen met jouw geld. Oké. Ja, kijk. En dan kun je daar verder klikken. Dan kun je even kiezen uit de categorie. Blokken. Ik heb blokken nodig. Blokken hebben. En dan zie je dus dit. Maar Mick, nu wordt het leuk. Je kan dingen kopen en dingen verkopen. Ja, ik zie het, Giel. Maar ik heb maar 100 euro, dus ik kan niet heel veel kopen. Oké. Wat je dus kan doen, met rechtermuisknop, als je daarmee klikt, kan je dingen verkopen. En met linkermuisknop, als je daarmee klikt, kan je dingen kopen. Dus ik ga eventjes wat Deep Slate kopen. En nu kan je dus toevoegen van hoeveel wil je er. Even kijken, nu koop ik er dus eentje. Maar stel ik wil er 10, dan heb ik er nu 10 bij gedaan, heb ik er 11. En dan kan ik het nu bevestigen. En dan heb ik nu 11 Deep Slate gekocht. En dat heeft me 91 euro gekost, Mick. Oké, nou ik ga even wat Oak Logs kopen. Ik zie dat de koopprijs 8,30 euro is. Dus ik klik erop en ik koop er gewoon 10. Hoppakee. Nice. En dan druk ik op bevestig. Oh, ik heb er zelfs 11 gekocht. Volgens mij had ik 1 plus 10. Oh jee. Dus daardoor heb ik er nu 11. Maar daarvoor kunnen we wel een mooi huisje bouwen. Mick, we moeten even wat geld verdienen. Dus ik zou zeggen, hak eens eventjes wat hout. Gewoon een klein beetje. Nou, ik laat jou lekker werken.
Nee, 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 kom op, kom op. Doe eens eventjes, kom. Hak even. Oké, weet je wat? Hier heb je wat hout om te verkopen. Oké, dankjewel. Kijk eens aan. Je hebt het weer voor elkaar. Ja, liever lui. Oké, Mick, als jij nu eens via de shop een Acacia log haalt, dan ga je naar shop en dan naar blokken en dan de tweede pagina volgens mij. Dan kun je daar met rechtermuis op klikken en dan kun jij het op die manier verkopen. Maar op Bedrock werkt dat net een beetje anders, want daar heb je niet echt iets met linker en rechtermuis. Nou, ik ga hem nu verkopen, Giel. Rechtermuis op, hè? Boom. Oh, en dan doe ik... ik ga gewoon alles verkopen. 1, 2, 3, 4. Bevestig. En boom. Kijk eens aan. Ik heb 13 euro. Dat was echt makkelijk. Ik heb nog nooit zo snel geld verdiend. Oh, dat is heel goed. Maar Mick, als ik iets moet verkopen, dan moet ik /sell GOI typen. En dat ziet er dus zo uit. En als ik dan enter doe, hoppa, kan ik hier alle spullen in doen die ik wil verkopen. En als ik dan wegga uit dit menu, dan heb ik alles verkocht. Echt zo makkelijk is het. En Mick, dat kan jij ook gewoon doen. Dus ja, als je dat zou willen, dan ik ga proberen. Het is ook een hele snelle manier. Ik ga proberen. /sell GOI. Ik ga mijn zwaard verkopen. Kan dat? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, Mick. Het moet wel een item zijn wat ook echt in de winkel staat. Ja, dat kan misschien. Ben ik ook bang voor. Ik heb geen items kunnen verkopen. Hier, verkoop dit maar. Oké, ik ga dat verkopen. Oké, ik heb de zaadjes erin gedaan en je had niks om te verkopen. Nee, de zaadjes kan ik ook niet verkopen. Dat kun je ook niet verkopen. Nou, Mick, het zou moeten werken als je gewoon een blok hebt wat je wel kan verkopen. Waar, ik heb nog hout. Maar die heb ik net gekocht. Dat kan je kijk eens aan. Ik heb 36 euro verdiend. Hoeveel heb je verdiend? 36, maar ik had dat hout gekocht voor 80 euro, dus dat was niet heel slim. Dat was niet echt winst, inderdaad. Giel, maar linkermuisknop, dat is eigenlijk slaan, toch? Ja. En ja, rechtermuisknop is bijvoorbeeld dingen zoals eten. Ja, dat klopt. Ja, oké, dan is dat ook even duidelijk. Ja. Oké, Mick, maar je vraagt je misschien wel af van, hoe kunnen we nou naar de spam en hoe kunnen we dan hier weer terugkomen? Ja, ik ben wel even toe aan de spam, aan kleurstof. Ja, dat snap ik. Span, maar Mick, als we nou naar de spam gaan, dan zijn we deze plek kwijt en dan kunnen we die misschien nooit meer terugvinden. Oh nee, dat wil ik niet. En om hier nou weer terug te kunnen komen, kun je een heel erg makkelijk command doen. En dat gaat als volgt, Mick. Je doet /set home en dan spatie Giel. Hoppakee. Dat kun je dan zo typen. En dan staat er, je hebt momenteel een home gemaakt met de naam Giel. En nu kan je gewoon naar de spawn gaan, Mick. Dus ik zou zeggen, probeer het even. Oké. /set home. En ik noem hem Gielstad. Zo. Oké, top. Oké, dus als we nu naar de spawn gaan, dan kan ik hier weer terugkomen. Ja, dat zou ik laten zien. Ga maar naar de spawn toe. Ik heb het even via het Bedrock kompas gedaan. Ik ga hier ook weer terug. Waar? Ga naar de lobby. Dat is de onderste. Ja, kijk eens aan. Nee. Dat is de lobby. Dat is niet de spawn. Oh nee. Dus dan moet ik weer door het portaal lopen. Ja. Maar het had makkelijk. Oh, en dan ben ik weer hier. Als ik op de enderpearl druk, dan ga ik naar de spawn. Oké, kijk eens aan. Juist. Kom maar heen. Sorry, Giel. Ja, ik ben ook maar een newbie, hè. Ik ben net nieuw. Ja, dat klopt. Helemaal waar. Oké, dus als Nu... Mick, maar hoe dat we nou weer terugkomen is heel erg makkelijk. Je typt gewoon letterlijk /home en dan Giel. Maar ik zal het gewoon eventjes doen. Kijk, dan demonstreer ik het even. Ik wil ook terug op de plek waar ik net was. /home. Oh, je kan ook gewoon /home doen. Je hoeft niet eens de naam erachter te tikken. Oh ja, dat is ook waar. Oké, en dan kunnen we weer eventjes terug naar de spawn. Want Mick, daar wil ik wat dingetjes laten zien. Kijk, nu snap ik het. Zo, boom, hoppakee. Op de spawn hebben we namelijk een hele hoop dingen die je kan doen. En er staan hier een hele hoop NPC's. Maar deze NPC's kun je ook allemaal besturen in het servermenu. Dus die staan hier zodat je bijvoorbeeld op de spawn bent. En dat je denkt van, ik ga eens eventjes kijken wat er allemaal in mijn speelpas zit. Speelpas, of, hallo. Ik ga eens even kijken wat voor beloningen ik nog allemaal heb. Het enige wat je echt nergens anders kan doen dan op de span is natuurlijk naar Kleurstad gaan, maar ook het openen van crates. En deze krijg je bijvoorbeeld als je een rank hebt. En deze hier, die kun je allemaal kopen met kleurcoins. En oké, dat was een beetje veel informatie misschien in één keer, maar kleurcoins, die kun je dus gratis krijgen. Dus dat betekent dat jij gratis deze dingen kan openen. En Mick, dan vraag je natuurlijk af, hoe krijg je gratis kleurcoins? Hoe krijg je gratis kleurcoins? Ja, inderdaad. Nou, dan ga je dus naar het survival menu. Oké. En dan kun je eventjes naar speelpas gaan. Oké, ik ga nu naar speelpas. Dat is dat papiertje bij mij. Ja. En als je dan naar speelpas opdrachten gaat... Oké, dat is die pickaxe. Kijk, en nu kan je hier dus je opdrachten zien. En de opdrachten zijn heel erg simpel. Bijvoorbeeld oogst 10 volgroeide wortels. Scheer 3 paarse schapen. Dat is echt een hele leuke opdracht. Of hier... Hak 1 torchflower. Nou, voor al die opdrachten krijg je dus kleurcoins, staat hier. 5 kleurcoins. En je krijgt er ook 10 speelpaspunten voor. En Mick, dan ga ik jou eventjes laten zien hoe dat je die punten kan zien. Want als je naar speelpas gaat en dan naar speelpas beloningen, dan zie je hier hoe ver dat je bent in de speelpas. En dit heb ik al een keertje gedaan.
gedaan. Dus ik heb al een beloning gekregen van 5000 euro. Maar je gaat dus telkens weer een stapje verder. En dan kun je dus steeds meer beloningen krijgen. Het is heel erg makkelijk. En op deze manier kan je dus gratis kleurcoins krijgen, Mick. Fantastisch. Ja, dit is wel echt heel erg cool, Giel. Dit heb ik nog nooit gezien. En die kleurcoins die zou je dan weer hier kunnen uitgeven bij dit mannetje. En hier kun je allemaal dingen kopen. Zoals voertuigen, chatkleuren, tags, sleutels, geld. Nou ja, we hebben het denk ik allemaal wel gehad voor de Survival Mick. Er zijn nog een hele hoop andere dingen die we hier kunnen doen. Maar dat moeten de kijkers echt maar zelf gaan ontdekken. Ja, Giel, ik vind het echt ontzettend cool. En hoeveel kleurcoins zou hij wel niet hebben dan? Ja, echt heel erg veel. Ja, dat ik denk ook als iedereen... Deze meneer is de rijkste speler van de hele server. Oh, ja, hij heeft ook allemaal geld achter zich. Ja, niet normaal. Maar Giel, er is nog veel meer, toch? Ja, we hebben ook nog Skyblock en Wanblock. Dus laten we maar weer eventjes naar de lobby gaan met het kompas. En hoppa, ik heb erop geklikt. Ik weet hoe dat moet. Ik ging net al per ongeluk naar de lobby. Dan moet ik op de chest drukken. Wanblock, dat is mijn favoriet. Okay. Let's go. Prima. Oké, dan ga ik door het portaal heen lopen. Hoppakee. Mick, we zijn in Wanblock. Oh jeetje, dit ziet er zo cool uit. Ja, dit is ontzettend cool, Mick. En ik ga je alvast een paar dingetjes vertellen. Want in Wanblock is het eigenlijk bijna precies hetzelfde als in Survival. Want hier hebben we namelijk een hele hoop dezelfde dingen. Zo hebben we hier ook beloningen. Een in-game winkel, wat we ook al hebben gezien net. We hebben hier ook een speelpas. En allemaal dat soort dingen. We hebben ook spelerwarps hier. Dat heb je ook in de Survival en in de Wanblock. Oh ja, ik zie het. Je hebt hier ook dus weer zo'n speelpas met opdrachten. Kan je hier ook weer kleurcoins verdienen? Ja, inderdaad. En Mick, het leuke is, dat heb ik trouwens nog helemaal niet gezegd. Kleurcoins, als je die hebt, dan kun je die uitgeven over elke game mode. Dus als jij hier kleurcoins verdient op Wanblock, kun je die kleurcoins ook uitgeven op Skyblock en Survival. Ah, dus je kan Wanblock spelen en daardoor nog sterker worden in bijvoorbeeld de Survival server. Ja, precies. Dus dat is echt super vet. Giel, ik zie trouwens ook, als ik bij die opdrachten kijk, dat er een nieuwe opdracht over 14 uur komt. Dus dat ja, is ook dat wel fijn. Klopt. Die opdrachten worden steeds vernieuwd. Dus elke dag krijg je nieuwe opdrachten. Dus dat is super vet. Dat is echt heel ziek. Oké, maar Mick, we gaan nu beginnen met het maken van een Wanblock. Want we zitten nu op Wanblock, maar we hebben helemaal geen Wanblock. Nee, ik wou net zeggen, dit zijn heel veel blokken. Ja, dit is niet een Wanblock. Oké, Mick, ik denk dat ik gewoon eens eventjes ga laten zien aan de kijkers zodat je een eiland maakt. En dat doe je met /Wanblock create. En dan enter. En Mick, ik heb nu een Wanblock. Eens even kijken, Giel, want ik Welkom op jouw Wanblock. Breek het blok om te beginnen. En Mick, jij kan in principe wel eventjes naar mij toekomen. Ik heb nou op deze manier een Wanblock gemaakt. Maar het kan ook gewoon door hier op te klikken en dan op de bovenste knop te drukken. En dan kan je dus ook gewoon gelijk een Wanblock maken als je hier op klikt, als je net gejoined bent. Maar Mick, ik wil jou eigenlijk graag ook bij mij op het Wanblock erbij hebben. Dus misschien kan je eens eventjes naar mij tp'en. Oké, Giel, dus ik hoef dan alleen /tpa en dan... PE, want jij speelt op Pocket Edition. En dan Giel 6392. Jeetje, wat een naam. Ja, okay. juist. Ja, verzoek verstuurd. En nu zie ik hier ook zo'n mooi vinkje als dat jij net had. Maar het enige ding is dat ik daar niet op kan klikken op Bedrock. Heel erg stom. En dan typ je /tp accept. Zo, hoppakee. Wow, kijk, en nu 3, is jouw teleportatie geaccepteerd. Wow! En je bent er! Wat mooi. Kan ik jou eraf slaan? Oh nee. Nee, Mick, dat is niet de bedoeling. Okay. Ik wil je in principe wel inviten op mijn eiland, maar dan moet je me niet eraf slaan, oké? Oh ja, ik heb helemaal geen recht hier. Nee, inderdaad. En dan doe ik /Wanblock team invite en dan Mick van YouTube. Oh, dat ben ik. En dan heb ik jou nu een uitnodiging gestuurd. Er staat letterlijk in beeld, doe /OB team accepteren. Oké, dat doe ik. Boom. Kijk eens, ik ben er. Alle Wanblock. Wacht, ik krijg een menu als ik dat doe. Oké. Oh ja, dan denk ik dat ik op jouw hoofdje moet drukken. Dat denk ik. Oké, dan moet ik op jouw hoofdje drukken terwijl ik shift indruk. En kijk eens aan, nu zit ik in het team. Hè, wat goed. Oké, nu kunnen we samen dit ding slopen. Jee, wat fijn. Kijk eens aan, hoppakee. Kijk eens, en dan kunnen we ook uitbreiden, zie ik al. Hoppakee, kijk eens aan. Oh, we gaan zo'n mooie Wanblock maken, top. Giel. Ja, dit is dus Wanblock. Giel, maar ik zie rechts in beeld ook minions staan. Wat is dat dan? Ja, die kun je dus kopen op het moment als je op je servermenu klikt. En dan naar minions gaat. Dus even kijken, hier staan minions. Kijk, en dan kan ik ze kopen of ik kan naar mijn minions. Nou, ik kan je vertellen, ik heb helemaal geen minions. Maar ik zou ze wel kunnen kopen. Alleen, ik heb helemaal geen geld. Dus server, geef me even 1 miljoen of zo. Zo, jij bent opeens miljonair straks. Ja, dat hoop ik wel. Yay, ik heb 1 miljoen. Let's go. Server, mag ik ook 1 miljoen? Ja, geef Mick ook maar even mag 1 miljoen, server. Hallo, server. Mag ik even... Oh, mij geeft hij niks, volgens mij. Oh, oké. Jammer. Oh, jawel. Okay, hey, ik ben ook miljonair. Oké, dat kan ik ook kopen. Via dat minion-stapje, toch?
Ja. Okay. En ik zie hier dat ik nu een boer minion kan kopen. En die heb ik eventjes gekocht. En wat ik nu ook kan doen is eventjes naar de shop. En dat kun je dus ook doen met slash shop zoals je me net zou doen. En nu kan ik hier eventjes wat dirt kopen. Want voor een boer minion heb je een goede ondergrond nodig. Oké, ik heb eventjes wat dirt gekocht. En dat betekent dat ik hier eventjes een mooi... Oh nee. Ik ga weer neer. Mick, ik ben niet goed in het blijven staan op een wanblok. Nee, en het zijn al meerdere blokken. Ja, dat is inderdaad waar. Oké, maar goed. Ik kan hier dus een mooi eilandje aanbouwen. Zo. Want Mick, ik maak dit eilandje omdat mijn minion gewoon eventjes wat ruimte nodig heeft. Want ik zet hem nu hier zo neer. Kijk, hoppa. Oh. En dit is mijn boerenminion, zoals je ziet. Oh, hij heeft een hele farm gemaakt. Ja. Het is niet zomaar een minion natuurlijk. Maar deze minion gaat dus automatisch voor ons dingen farmen. Maar dan hebben we wel wat zaadjes nodig. En ik weet toevallig dat beetroots voor het meeste verkopen. Dus daar kunnen we het meeste aan verdienen. Dus ik zou zeggen, ik koop eventjes wat beetroot seeds of zo. Oké, dan moet ik naar serverwinkel. Ja. Dan moet ja, ik naar ja. landbouw. Yes. Nou, Giel, dat ging super makkelijk. Ik heb ze gewoon via de serverwinkel gekocht. Oké, nice. Ik ga ze hier neerzetten. Oh. En dan is het dus zo dat deze gozer hier zo, die gaat het allemaal bijhouden voor ons. Dus ik hoef niks te doen. Hij doet het gewoon. Ja, inderdaad. Even kijken. En dan kan ik hier nu omheen nog eventjes het nog wat groter maken. Want je kan minion dus ook upgraden, zodat ze een groter farm krijgen. Of ja, je hebt natuurlijk ook houthakker minions, dat ze meer bomen voor je omhakken. Of je hebt ook minor minions, die gaan een hele cobblestone generator voor je bijhouden. En hier als je rechtermuisknop doet op de minion, kun je al die dingen aanpassen of upgraden of wat dan ook. Het kan echt allemaal. Maar goed, Mick, dat moeten de kijkers zelf allemaal maar lekker uitzoeken. Oké. Want wij gaan weer terug naar de lobby, Mick, want we moeten de kijkers nog eventjes uitleggen hoe dat ze een skyblock aanmaken. Dat is ook wel handig. Oké, nou, dan ga ik naar de lobby. Oké, Mick, we zijn nu in de prachtige skyblock lobby. En ik denk dat we gewoon eens eventjes gelijk een skyblock gaan maken. Oké. En ik vind dat jij dat mag doen. Oké. Heb je nog geen eiland? Maak deze met slash eiland create. Maar Giel, als ik die menu open, dan zie ik dat ik hier ook gewoon ga naar je eiland of maak een eiland gewoon via het menu kan doen. Oké, nou, dat is nog makkelijker. Dan hoef ik niet eens te typen. Even kijken. Ja, oké. Boom. En klik om aan te maken. Ja, het werkt. Oké, Mick, ik wil wel eventjes naar jou toe. Want ik ben wel benieuwd hoe dat jouw eiland eruit ziet. Oké, dat mag wel. Ik heb je geaccepteerd. Oh, nee. Ik ben bewogen. Sorry, doe het nog een keer. Ik moet er echt aan denken om niet te bewegen. Moeten jullie ook doen. Ik ben er inderdaad. Wat een mooi eiland heb jij, zeg. Dankjewel. Het is wel donker. En Giel, als ik jou wil inviten, doe gewoon slash island invite. PE Giel 6392. Boom. Hoppakee. Okay, nice. Oké, en ik kan nu slash eiland accept doen. En Mick, ik zit nu op jouw eiland. Wat goed. Wat gezellig. Wat een gezelligheid. Nou Mick, en voor de rest Lava! Is eigenlijk alles wat we toen besproken hebben. Ook van toepassing op de skyblock. Dus we kunnen het allemaal nog wel uitleggen. Maar daar hebben we niet zoveel aan. En de kijkers ook niet. Dus we hebben hier ook minions. Ja, we hebben hier ook minions. Je kan hier ook allemaal opdrachten doen voor gratis kleurcoins. En ja, dat is het wel zo'n beetje eigenlijk. Oh, heel erg cool. Nou, ik ga gelijk beginnen, Giel. Oké, succes, Mick.